mensen, top dat jullie weer kijken. Heb je die berg was gezien? Ja, pas geleden hebben we onze wasmachine kapot gereden. En ja, dan kan ik dus niet meer wassen. Dus er moet een nieuwe wasmachine komen. En hier is hij. Alleen deze wasmachine is ook niet helemaal goed. Die heb ik zo gehad. De elektronica is kapot. Dus de motor draait niet meer. Maar dat kunnen we wel oplossen. Ah, hier zit nog wel een motor in, denk ik. Ja, dit wordt echt de uitvinding van de eeuw. Kijk, want je kunt dus gewoon gaan rijden waar je naartoe wil. En ondertussen wordt gewoon ook je was gewassen. Ja, nou, dat is ideaal. Is het dan een Opel Astra of een Opel Wastra? Je maakt hem gewoon! Echt mooi. Ik denk dat die wasmachine ook dezelfde designer heeft gehaald als die auto. Ze passen echt bij elkaar. Passen op elkaar. Denk ik wel. Nieuwe spulletjes. Gisteren besteld, vannacht geleverd. Ha. Hij is klaar en dat betekent dat we kunnen gaan wassen. Moet je kijken wat we gebouwd hebben. Hier ligt de motor en hier gaan de koelwaterslangen. En dan hebben we hier, zeg maar, daar hebben wij kogelkranen tussen gezet. En deze die gaan naar de radiateur en deze gaan naar de wasmachine. We gaan dadelijk rijden, dan wordt het water wordt opgewarmd. En als het al warm genoeg is, dan laten we het door de wasmachine heen lopen. En dan warmt die daar op. Krijgen we warm water om te wassen. Verder, een wasmachine draait natuurlijk ook rond. Dus daar hebben we ook aan gedacht. Tada! Een superieur riemsysteem. Deze riem, die zorgt dus dat hij nog kan veren. Wow! En deze, ping, die gaat naar boven. Naar de trommel. Dus als we dan gaan rijden, dan gaat hij het water opwarmen. Dan wordt rondgepompt. En ondertussen gaat de trommel draaien. Helemaal geweldig. Daar is het vulpunt. Kunnen we zo de tuinslang aankoppelen. Kraan open. En dan laten we hem zo vol lopen met water. Perfect. Maar eerst het belangrijkste. De was erin. Zo. Kraan naar de radiateur dicht. Laten we naar de wasstraat gaan.
Ja, dit wordt de kookwas. Geschud wordt. De voorwas is klaar, dan kunnen we eindelijk beginnen aan de hoofdwas. Ik denk dat de hoofdwas klaar is. Tijd om te centrifugeren. Zet even de kraan naar de radiator open. Zo. En dan die van de wasmachine dicht. Nou pompt die rond door de radiateur. Kunnen we het water uit de wasmachine eraf laten. Dat ziet er wel vies uit. Dat is heel goed. Dat betekent dat de was schoon geworden is. Dat is warm. Hoe is? Ik kijk wel uit. 95 graden. Het water is eruit. Tijd om te centrifugeren. Ik denk dat die was wel droog is. Er valt niks tegen. Zo. Ah, dat is fijn. Eindelijk weer schone kleren. Tori. Die had ik volgens mij in de witte was moeten wassen. Die is ook een beetje oranje geworden. Is die niet een beetje te klein geworden? Ik kan eindelijk mijn kleren weer wassen. Geweldig. En weet je wat ook nog mooi is? Dit is echt een super ecologische auto. Dit is wel even iets anders dan een hybride of een elektrische auto. Want al die mensen die met zo'n milieubewuste auto rijden, die komen thuis en die zetten vervolgens de wasmachine aan om berg elektriciteit te verbruiken. Ik doe het allemaal in één keer. Ik rij gewoon naar huis en ondertussen wordt mijn was gedaan. Perfect. Hey mensen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende.